En dan gaan we nog even naar Zelzaten, want de middenstanders van Unizo, die zijn positief over het nieuwe bestuur daar, die zien een samenwerking daar wel zitten. Ja, Unizo was voor de verkiezingen al bij alle partijen langs geweest met een verlanglijstje van wat de lokale middenstand wil. En ook bij de PvdA vonden ze gehoor, ook na de verkiezingen trouwens, want het nieuwe bestuur van SPA en PvdA wil lokale zelfstandigen een belastingvermindering geven. Dat vertelden ze toch hier gisterenochtend. Grote bedrijven zouden een belastingverhoging krijgen en kleine zaken een vermindering. Maar Unizo wil die verandering van bestuur aangrijpen om nog meer zaken aan te kaarten, zegt voorzitter Katrien Heijden. Bijvoorbeeld zouden wij graag een campagne starten waar de lokale economie gepromoot wordt. Waar ook er worden hier hervormingen voorzien op de R4, zodat de bereikbaarheid goed gaat zijn. Dat we daar kunnen over spreken van waaromleggingen en zo. Dat er naar ons geluisterd wordt, dat vinden we heel belangrijk.